Hallo Joostie en Fabian en Jelle. En welkom bij een servertour van mijn eigen server, genaamd de Kaas Gaming Minecraft server. Voorheen bekend als de Kaaskraft server en dat heet hij eigenlijk half ook nog wel een beetje zo. De naam is nog een beetje onduidelijk, maar dat maakt niet uit. We gaan vrolijk verder. In deze servertour gaan we een beetje laten zien wat je allemaal kan doen op de server en wat de onderdelen zijn van de server. En ja, dit is de hoofdspan. Hier span je direct. Als je nieuw bent of als je voor het zes span doet. En dan heb je vier delen. De survival, de creative, de VIP-wereld en de minigames-wereld. En ja, welke zullen we eerst doen? Survival-wereld? Minigames. Minigames, die behandelen we eerst. Doen wij. Lego. Dat wij gaan doen. En okay. Even voor the record. Dit is Joost's server en op Joost's kanaal. Maar ik film dit ook even. En ik zet het ook even op ons kanaal. Want waarom niet? Mochten wij ooit iets groter worden, dan heeft Joost er ook nog even wat aan. Helemaal goed. Exactimundo. Oké. We hebben twee minigames op dit moment op de server. Survival Games en Spleef. Er komt er ook nog een derde aan, genaamd Team Fortress 2. Alleen, nu hebben we dat nog niet helemaal gefixt. Dus dat komt nog. Kan het best zijn dat als je deze video kijkt, dat het al gewoon helemaal aan de praat is. Dus dan moet je gewoon even langskomen op de server en dan zie je dat. Oké, Survival Games. We hebben vier arena's. Verschillende maps zijn het. Het zijn geloof ik de tweede Survival Games map en de derde. En twee andere, ik weet niet precies welke die zijn, maar maakt niet zoveel uit. Dus verschillen in grootte. De eerste is heel groot, Arena 1. En de rest is allemaal een tikkeltje kleiner. Dus ja, dat is Survival Games. Dan Spleef, wat ik persoonlijk een erg leuk deel vind van de server. Je gaat door de portal heen en je komt hier in het Spleef gedeelte uit. Er zijn op dit moment twee arena's, want Arena 1 is even kapot. Maar dat kan ook best zijn dat hij weer gefixt is zodra je op de server komt. Dus ja... Dat is Spleef. En als je Spleef joint, dan join de arena. Kun je gaan spleeven tegen mensen en dingen. Wij moeten nog een keer gaan spleeven, vind ik. Ooit. Zeker weten. Dat Exactamundo. Moeten wij doen. Hebben we nog iets aan te merken over Spleef toevallig of over Survival Games, jullie? Wij hebben op ons kanaal, hebben wij zowel op de Kaas Gaming server, hebben wij Spleef als de Survival Games gespeeld. Oh, nice. Er staan video's op en het is erg leuk. Het zijn hilarische video's. En als jullie die willen kijken, dan gaat het subtiele zeker subtiele reclame kijken. Nice. Heel subtiel, Fabian. Heel subtiel, Fabian. Doe je goed. Zeker weten. Doe je goed. Oké. Terug naar de main spawn, lijkt mij. En dan, welke zullen we nu doen? Als jullie nou eens op mij zouden wachten, dan zou ik jullie tips kunnen geven. Hallo. Sorry. Ik ben heel benieuwd naar de survival wereld, want ik heb daar nog geen ervaring mee. Oké, Jelle. Dan doen we dat even. Oké, survival wereld. Je loopt door portal, je ziet aan je rechterhand direct een bord met allerlei regels. Het is wel handig om ze even te lezen, want als je ze overtreedt, dat is heel simpel. Dan maak je kans op een geweldige jail of een geweldige mute en dat soort dingen. En dat wil je liever niet. En we hebben trouwens een hele simpele policy tegen grieven. Grieven is gewoon een ban. We accepteren grievers niet. We kunnen alle griefproblemen kunnen gewoon rollbacken. Dus je hebt er helemaal niks aan om het te doen bij ons. Want ja... We kunnen toch gewoon rollbacken. Dus er gebeurt toch niks. En, kijk maar uit. Zo werkt het. Of je krijgt een pak slaag. Zo rollen. Joost, is het een goed idee dat Vertel. Als je een soort van reclame gaat maken voor je server, dat je ze dan meteen al gaat bedreigen? Nee, maar het idee is om eventjes de mensen die dachten van ho ho ho, ik ga lekker grieven, om die even te vertellen van, het heeft toch geen zin. Wat wil je doen? Want je kan niet grieven. Je bent niet stoer. Dat was de doelstelling. Ja. Oké. Dan tegenover het spangebouw in de survivalwereld heb je de Town Warps gebouwtjes. Er hangt er nu maar eentje, maar normaal hangen er wat meer. En dan kun je gewoon naar verschillende steden die door mensen gemaakt zijn of door staffmembers. Kun je teleporten door erop te klikken. En dat is een klein onderdeel. En dit is zeker even een belangrijk onderdeel om te laten zien. Want ik krijg best veel vragen van Joost, hoe kom ik aan geld? Joost, waar zijn de shops? Joost, waar... Al dat soort dingen. Ja, dat was echt heel duidelijk. Stom. Oké. Dat zijn die lampen ontzettend praktijkjes geplaatst, Joost. Nou, dankjewel. Echt mooi. Het is niet zo gemeen, dit is een geweldige server. Heel asociaal, sorry. Dan heb je hier drie shops. Alle shops die hebben echt heel wat items. Ze zijn een beetje opgedeeld in logische categorieën. Je kan hier items kopen met in-game geld. En koop gewoon van zo'n bordje en dan... Zo kom je dus ook aan geld door spullen te verkopen. Dat weten veel mensen niet, maar dat is de enige manier waarop je aan geld kan komen. Dus zo werkt dat. Oké. Dat was de survivalwereld, denk ik.
Hebben jullie nog enigszins iets toe te voegen eraan? Ja, dat hebben we inderdaad. Want wij hebben ook nog eens een let's play op deze wereld op onze channel. En wat een verrassing, die is ook nog eens hilarisch. Hij is heel leuk, hij is echt... Als je die wilt uitchecken... Ik heb hem echt 4 keer teruggekeken, gewoon elk filmpje. En ik zit fulltime te lachen, het is echt... Om je eigen... Wauw. Dus kijken, jongens. Gewoon doen. Subscribe. Kijker, ik ben je geweten. Ga subscribe. Like en comment. Prachtige subtiele reclame, echt. Dit is zo subtiel. Ik zit vast. Kom hier. Ik zit niet meer vast. Oké, welke moeten wij nog even doen? We hebben Creative nog niet gehad, die doen wij. Yay. Creative. Oké, creative is heel simpel. Die ga ik heel snel en heel simpel samenvatten. Genaamd. De wereld is opgedeeld in plots. Die kun je claimen met het command wat je nu in beeld ziet. Misschien voeg ik ook nog een titel toe, maar je ziet hem in ieder geval links onderin. Het command is plot me spatie auto. Dan geeft hij automatisch een plot, daar word je naartoe geteleporteerd en is die van jou. Dan kun je naar plot me home, kun je daar naartoe gaan altijd wanneer je wil. Je kan vrienden eraan toevoegen om samen met vrienden erop te bouwen. En ja, dat is ongeveer het idee van de plotwereld. Dus heb ik iets gemist, denk je? Nee. Nou, dat is mooi. Dan hebben we die snel en kort samengevat. Dan kunnen volgens wij verder. Volgens mij ben ik verdwaald. Ik ging plot me doen en nu zit ik hier ergens. Hier. Aha, kijk eens aan. Als die. Gaan we naar boven of gaan we? We gaan terug naar de gewone span. Hebben we nog iets gemist? Oh, de VIP-wereld. Oh, mogen we daar eindelijk in? Daar kun je nog niet in, want jullie zijn geen donator of hoger. Dat ga ik nu vertellen hoe dat nou zit. De VIP-wereld is gemaakt voor donators en hoger. Ja, dat is het hele idee ervan. Het is gewoon een normale survival. Alleen dus alleen voor donators en hoger. En sommige mensen vragen zich waarschijnlijk af... waarom Joost, waarom moet je dan met echt geld donaten, blablabla. Heel simpel. Een server runnen kost aardig wat geld per maand. Dit is, het is zeker geen kleine server namelijk. We hebben 250 slots en dat is redelijk duur. Dus we wilden graag de mogelijkheid bieden voor mensen om... te donaten, waardoor zij extra coole dingen in-game krijgen, zoals een extra wereld. En er zijn nog veel meer dingen die je kan krijgen daardoor. Check even de beschrijving voor een link naar de website. En dan vind je daar een hele lijst met wat je krijgt per donation rank. Je hebt er 3. Koeien gezichten. Oh, nice. Je hebt 3 donation ranks. Donator, Donator Plus en Premium. En Donator en Donator Plus zijn voor 30 dagen en Premium voor 45 dagen. Donator is €5, Donator Plus is €10 en Premium is €15. En ja, er staat precies op de site wat je allemaal krijgt en blablabla. Bla, bla. Maar in ieder geval kan je bij elke rang kan je deze donator / dinges VIP wereld kun je in. En dat is de VIP wereld. En, ja. Dus lang verhaal kort. Lang verhaal kort. Lang verhaal kort. Joost is een rijke bitch. Helemaal niet. Het kost heel veel geld. Je krijgt allemaal geld van iedereen. Hoe ben je geen rijke bitch? Nou, omdat de server redelijk wat geld kost. Ja, maar je krijgt het geld. En dat geld, maar dat geld gaat... Oh, dat is ook nog even belangrijk om te vertellen. Al het geld van donations gaat echt rechtstreeks naar de server. Dus als bijvoorbeeld de server bills voor die maand al betaald zijn... dan gaat het gewoon in upgrades voor de server. Extra RAM en dat soort dingen. Dus het gaat eigenlijk nooit wat naar mijzelf... of naar iemand anders, een ander staffmember van de server. Het gaat altijd naar de server toe. Zo willen wij dat ook graag houden. Ja. Dus, en dat wilde ik even uit je krijgen. Nee, dat gaat altijd zo. Dat gebeurt altijd. Ja, maar dat zei je net niet. Nee, is belangrijk. Dus sommige mensen dachten allemaal zo van... Oh, die Joost, die gaat allemaal voor zichzelf houden, joh. Nee. Het is een goed punt dat je het even zegt. Het is wel belangrijk. Ja. Dat die mensen dat weten. Weet je wat mij ook nog wel even handig lijkt om te zeggen? Nou. Het IP-adres. Oh, dat is best wel, dat is best wel tactisch, denk ik. Dat is geen slecht idee, denk ik. Dat is redelijk essentieel voor mensen als ze erop willen komen. Het IP-adres verschijnt. 3, 2, 1, bam. Nu in je gezicht. Oh, volledig. Wat een mooi IP-adres. Wat is het een mooi IP-adres. Jezus. Het IP-adres is play.kaasgaming.com. En mocht dat niet werken, kun je ook mc.kaasgaming.com gebruiken. En die staat nu ook heel mooi in het klein onder dat IP-adres. Dus ze staan ook in de beschrijving, dus nog luxer. Dus dan staan ze er nu 2 keer zelfs. En dan gooien met IP-adressen hier. Niet normaal. Dus, hebben jullie nog iets te vertellen? Volgens mij heb ik namelijk mijn zegje wel gedaan. Oké, ja, nog 1 dingetje dan, hè. Vertel. Ons kanaal is echt hilarisch. Ik wil nog even een aanmerking doen op de creative world. Vertel. Want wij hebben nog niks op ons kanaal. Oké. Dat moeten jullie nog even doen dan, want dat valt me wel tegen voor jullie. Dat valt me erg tegen. Dat... Hint. Nee. Maar in alle serieusheid, dit is een hele goede en een hele grote server. En het maakt heel veel mogelijk voor ons. Zeker nu we net zijn begonnen met het kanaal.
Constant refereren naar ons kanaal. Ik heb het Nee, maar even heel eerlijk. Dit is een coole server. Ga Joost joinen. Coolheid en zo. En, Wat ook nog even handig is om te zeggen, is dat de server trouwens weer 100% Nederlandstalig is. Dat het was hier een tijdje geleden niet. We hebben geprobeerd een beetje met internationaal hoe dat zou zijn. Maar dat beviel ons minder. Dus we dachten gewoon terug naar die 100% NL dingen. Dus dat doen wij. Ja. Dat is het geworden. En dat is slim gedaan van je. Dank je. Oké. Okay. Hey, meneer in de chat, hou je in. Oké, maar ik denk ik dat... Ik weet niet wie dat is. Nee, misschien jij, misschien. Misschien niet. Maar ik denk dat het wel was. Volgens mij hebben we alles behandeld en de belangrijke dingen. Dus, zeker weten. Als je iets niet snapt of je wil nog iets weten over donate of over survival wereld of wat dan ook, noem wat leuks. Of over ons kanaal. Of, of ja. Helemaal vrij. Join even de server, vraag mij het of vraag weet ik veel een andere staffmember die online is en ze kunnen je gewoon alle vragen beantwoorden. En ja, dat komt helemaal goed. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je die video leuk vindt, /vond dingen, kan je hem een like geven en hebben jullie nog wat interessants te vertellen? Nou, behalve ons... Hun kanaal staat in de beschrijving. Ik zal het even voor ze zeggen deze keer, dat ze het niet zelf hoeven te doen. En het is heel erg leuk en grappig. Dus ja, check ze uit. Staat in de beschrijving. Super, super. Dus, ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.